Fleur, ben jij een tevreden derde of had je toch wat meer gehoopt? Nee, ik ben wel heel erg tevreden met het podium. Dat was eigenlijk mijn doel vooraf. En er kan heel veel misgaan in een wedstrijd, dat heb ik vorig jaar gemerkt. En vandaag ging buiten mijn start alles goed. Dus meer zat er niet in. En wat ging er dan mis bij de start? Ja, ik zat me niet meteen in mijn klikker, dus toen was ik niet meteen mee voorin. En dan moet je eerst gaan inhalen voordat je echt je eigen tempo kan gaan zoeken. Maar dat is wel aardig gelukt daarna. Had je nog een Tsjechische die een beetje begon aan te dringen of had je het toch onder controle? Ja, ik had het wel redelijk onder controle, maar ik merkte vooral aan het publiek dat die wel heel erg enthousiast was en me heel erg begon aan te moedigen. Ik zag haar ook wel een beetje dichterbij komen, maar ik was wel heel gefocust dat ik geen fouten moest maken. En dan wist ik eigenlijk wel dat ik gewoon derde kon worden. En dan sta je in Nederland met drie vrouwen in het oranje op het podium. Hoe is dat? Ja, dat is super gaaf. Vooraf bij de bespreking hadden we al gezegd dat we een heel sterk blok hadden en dat een heel volledig Nederlands podium wel een droom was en dat het dan lukt, dat is fantastisch. En dan is de alle pech die je vorig jaar had bij de start in Tabor is dan eigenlijk nu wel vergeten misschien? Ja, was ik al vergeten, maar nu helemaal.